Het begin van, dus we zijn in het begin van perek 3 van Brachot. In perek 3, dat begint op Daf Yud Zayin. 18, wat is het? 18. Yud Zayin. Yud Zayin om het beet. Zayin 17b. Vlak een kwart van onder. Dan zie je de nieuwe perk beginnen. Hier, ja. Ik heb het zo. Even terug. Ja. En dan beginnen we met. Ja, Yud Zayin. Ja, ik moet het zien, maar ik vind het zaai. Is dat goed vet? Goed zaai, oké, ja. En we hebben de Mishnah de vorige week, dan gaan we het moeten toch heel even herhalen, want dan snappen we de Gemoor niet helemaal. Dus dan even vlug doorlezen met jullie. Mishmeto moet alles vanaf. Iemand wiens overleden familielid, en we hebben dus gezegd dat zijn 7 familieleden, waaraan ook de koaniem zich mochten verontreinigen. Dat zijn dus de vader, de moeder, de zoon, de dochter, 4, de broer, 5, zuster, 6 en de vrouw, 7. Dat zijn de 7 familieleden waarin iemand zich mocht verontreinigen. Wanneer hij in dienst aanwezigheid is. We zullen de Gemara zien, de Gemara probeert alles heel letterlijk. Zegt de Mishnah moet zich precies uitdrukken. En wanneer het staat, wanneer je in aanwezigheid van hun bent, dan betekent dat dus in aanwezigheid. En betekent het niet iemand van hun is overleden. Dus in aanwezigheid bent van een van die familieleden, dan ben je patoer, ben je vrijgesteld van een aantal mitzwes, te weten Kriyat Shema, Tfila, Tfilin en alle andere mitzwes die in de Torah staan. Daar ben je van vrijgesteld. Nos ea meta, dan had je, we hebben dat hier ook, maar dat is nog meer zo duidelijk geworden. Je hebt dus vanuit het aulaatje in de Muidenberg, heb je dus een, wordt Josephus Cesar Leon gezegd, ja. En er wordt gewisseld van de mensen die dus de baar dragen, tegenwoordig worden gereden, vanwege dragen met de rug. Ik heb zelf last van mijn rug, dus wat dat betekent. En degene die dus die baar dragen, en we gilofehen, en de aflossers van hun, dus de tweede groep. Ja? Er staat Al-Kapaim Yesonga, ja? Pardon? Al-Kapaim Yesonga staat. Al-Kapaim Yesonga, ja, precies. Al-Kapaim Yesonga, ja. Die zijn ook vrijgesteld. En zo'n even met haar, best wel aardig met haar. En degene die, zowel degene die de voorkant als die de achterkant droegen. Schijnbaar hebben ze toen niet zozeer opzij gedragen, maar voor en achter. Best wel aardig met haar, ja, best wel aardig met haar. En ze leeft met haar, het zorg bij hem. Degene die vooraan lopen, die zijn echt noodzakelijk. Die zijn helemaal belangrijk. Die zijn pturim. Maar Shele Agramita, die achter hun lopen, dus die, de pshat van die woorden is eigenlijk meer die inmiddels al geweest zijn, dus de groep die zich nu heeft teruggetrokken, ja, die zijn ook wanneer ze toch nog zorg bij hem, als ze nog voor iets nodig zijn, maar ze hebben geen actieve functie meer, zijn chayavin, zijn verplicht om de mitzvahs te houden. We elu, maar er zijn dingen waar ze toch vrijgesteld van zijn, en dat is kula p'turim in het vela, en om van het vela zijn ze vrijgesteld. De vela is, zoals u weet, ook de Rambam zegt dat in principe, vela is niet echt, in onze zin althans, van de Torah, niet zoals wij het hebben. En maar de mitzvot van de Torah, daar zijn ze gedeeltelijk, we komen er uitvoerig over terug in de Gemara, daar zijn ze wel gajafs verschuldigd om die mitzvot te doen. Nu, kavu et hameet v'chazru,
En wanneer de overledene begraven is, dan begint dus het avilut in wezen. Tenminste, dat zeggen we nu. Straks zijn er meningen over. Im yicholin latchil v'ligmor ad shelo yagiu l'asura. Wanneer ze de tijd hebben, de mensen die dus een functie gehad hebben, en ze kunnen shema nog zeggen voordat de mensen in de shura gaan staan, hebben we vorige keer over gehad. De shura, dat is dus een verplichte situatie, dat degenen die bij de begrafenis aanwezig zijn, dat die zich opstellen in een rij, aan twee kanten, en de aweel gaat tussen hun door, en zij zeggen dan, maar kom je naar Gimmelheim, mogen jullie troosten, weem laaf, en wanneer de tijd niet aanwezig, Yadchilu, dan kunnen ze nog Shema zeggen, weem laaf, wanneer dat niet het geval is, lo Yadchilu, moeten ze het niet doen. Mag ik nog waar je bent op dit moment? Pardon? Waar ben je leren op dit moment? Ik ben op Yud Zayin, dat is 17b. Oké. De laatste regel van de Mishnah voordat de Gemara begint. Oké, dank u wel. Ja? Ja. Dan zegt de Mishnah nog even het volgende. Ha'omdim basura, degene die in die rij staan, dus waar de Avelim tussendoor lopen. Hapnimihim, degene die echt de binnenste rij vormen, aannemen dat er altijd veel mensen waren, kom zo op terug, veel mensen waren, zonder mensen dus in de rijen opgesteld, maar zowel de rechter als de linker rij, daarachter stonden ook nog mensen. De pnimihim, echt die dichtbij staan, Peturim, Mikriat Shema, moet je nagaan, die zijn vrijgesteld van Kriat Shema, Wachitsonim, en degene die daarachter staan, Chayavim, die zijn niet vrijgesteld, want die staan zo ver naar achteren dat ze niet direct in contact staan met de Avelim. Maar meestal heb je toch al gedaan. En, pardon? Meestal heb je toch al gedaan. Hè? Dat is a priori, ja, maar degene, als ze vroeg ochtends bijvoorbeeld is, de Kabura is laat in de namiddag overleden, en die mensen gaan, en die doet de mitsen van de Kabura vroeg, dan kan het zijn dat je, of je moet reizen daar naartoe. Ja, ik kan me herinneren, ja. De lawaai van Rav Yust. Het vertrek van naar Schiphol was heel vroeg. En dan zegt de Mishnah nog, en de Gemara zal later erop terugkomen waarom de Mishnah dat nog extra noemt, dat Nashim Avadim Uktanim, dus vrouwen wat vroeger van slaven waren, en kinderen die nog niet bar mitzwe waren, Peturim Ikriat Shema Minat Filin, V'chayavim, Bitvila, Muza, Ubirkat Amazon, zijn überhaupt in het algemeen patour van Shema en Tfilin, Mitzvah, en Chayav, om het vullen te doen en een mezuze aan de deur te hebben. Daar komen we straks even op terug. Het staat ook hier tussen haakjes, maar waarom de Mishnah het allemaal apart noemt, daar wordt straks uitvoerig over gesproken. Eén ding wat als een soort rode draad door deze Mishnah heen loopt, en dat is misschien heel belangrijk om dat nog even te noemen, is dat zowel het begraven zelf, maar ook het begeleiden van een overledene, behoort tot de grote mitzvahs. En ik heb de vorige keer dat ook al verteld, toen Rav Padwa hier was, heeft hij ons een keer gezegd dat hij altijd, wanneer hij wist dat iemand overleden was, ook die deel die kende, is hij altijd gegaan naar de kleef om een paar stappen erachteraan te gaan. Ja. Omdat de kavot, de eer voor het overleden lichaam, wordt heel hoog aangeslagen. Niet voor niets is er heel veel geschreven over, nou ja, over onderzoek naar de dood in het algemeen. En tegenwoordig is dan weer een van de topics van of je organen mag doneren of niet. Daar wordt er verschillend over geoordeeld. Je kunt mensen helpen, niet helpen. En er wordt in orthodox-Joodse kring
niet erg makkelijk over gedaan. Ook al kun je andere mensen ermee helpen, dan is de eerbied die je behoort te hebben voor het menselijke lichaam, ook al is de neshama eruit verdwenen, die is heel erg groot. Die is heel... zweegt heel... Het grote probleem is... Wanneer beschouw je een lichaam als dood? Ja. Hersendood. Dat is een ander probleem. Ja. Bij de arts is het hersendood. Ja. Dat is een ander probleem. Er is een encyclopedie een tijdje geleden uitgekomen door de graf Stern. Stern en nog iets. Sternboek? Nee, niet Sternboek. Maar het is een neuroloog. Een orthodoxe neuroloog in Israël. En die had zich er onder andere mee bezig. Want, Bornstein? Ik weet niet hoe die heet. Een bekende encyclopedie. Het is zo dat vroeger was het zo dat wanneer men iemand vond en men wist niet of hij leefde, dan hield men een veer onder zijn neus. Ja. En wanneer die ademde, dan zag je het bewegen en dan leefde die nog. Tegenwoordig zijn natuurlijk de apparaten. Ja, is het strenger geworden omdat men meer weet en omdat men, ja, gewoon, je mag geen de kans nemen dat je iemand die nog leeft. Dat is ook het grote probleem met transplantaties, ook in de niet-Joodse wereld, wanneer het gaat om organen die je heel snel moet verwijderen. Dat is een heel groot probleem. Dat is gewoon het struikelblok. Een van de struikelblokken, ja. Maar goed, tegenwoordig kijkt men soms wel, als het nodig is, met hersenactiviteit, et cetera. Ja. En ook dat is niet altijd helemaal maatgevend, maar ja. Goed, dat zijn de valkuilen van de... In het algemeen kunnen wij blij zijn, zeg maar, mensen van onze leeftijd, daar heeft de medische wetenschap weinig aan. Dus voornamelijk onze jongeren hebben ze niet meer nodig. Nee, het zijn voornamelijk jongeren. Ja, maar, dat is niet de oplossing van het probleem. Nee, zeker niet. Het is niet de oplossing van het probleem. Ja, in hoeverre mag je iets doen om anderen te redden? Groot probleem. Oké, goed. Nu zegt de Gemara dus, beginnen we heel duidelijk en simpel. Ik begrijp niet wat de Gemara zegt, zeg maar. Mutal le vanaf in. Dus met andere woorden, wanneer de overledene in jou, je bent aanwezig waar hij ligt, in hetzelfde huis of kamer, ja. Dan dus ben je patoer van al die dingen. Dus je ene moet al le vanaf. Maar wanneer je dus niet in jou aanwezig is, hè, maar is in een andere kamer of een ander huis, loopt dan niet. Hoe kan dat nou? Oraminu, daartegen we hebben gevraagd, dat er staat een andere braise, daar staat Mische meto mutal le vanaf. Wien, in letterlijk dezelfde uitdrukking, degene wiens overleden familielid in zijn aanwezigheid, le vanaf, hè, echt voor hem aanwezig is, die ogeel bewetageer, die dient of die mag eten in een ander huis, maar niet in aanwezigheid van de overledene, ja, omdat alles wat hij doet, niet alleen mitzwes, maar ook alles wat je doet, wat een overledene niet meer kan doen, valt eigenlijk onder het hoofdstukje loek leras. Loek leras betekent spotten voor een arme. Dat betekent je laat zien dat jij kunt nog dingen doen die een mitswe zijn. Eten valt dan misschien niet direct aan de mitswe, maar jij kunt je nog normaal in het leven bewegen en de dode kan dat niet doen. Dat is een van de redenen, dat komt de Gemara zal direct ook zeggen, dat je bijvoorbeeld niet op een begraafplaats gaat of in een huis waar een overleden is, met je tzitzis eruit. Hè? En dat je niet in zijn aanwezigheid verplichte tefillis doet. Hè? Tilim zeggen is misschien iets anders, maar niet dingen doet waarmee je laat zien eigenlijk, je spot als het ware, degene, kijk, ik kan nog niet mis doen, jij kunt dat niet meer, dat is allemaal, valt binnen de kober die je moet hebben voor degene die overleden is. Maar hier zien we dus duidelijk dat die tweede braise, die zegt, je mag helemaal dus niet in zijn aanwezigheid ook heel weinig heen moet in een ander huis eten. Wim een lobaai tageer. Als hij dat niet heeft, de mogelijkheid, dan ook heel weet Gaberola, dan moet hij maar bij een vriend van hem
een relatie van hem gaan eten. Wim Elo Beet Gabero, als hij dat ook niet heeft, Osim Gietse, dan moet hij een afscheiding maken tussen hemzelf en de baren waarop de overledene ligt. Wilgeel, Wim Elo Dawar, Lasot Mechitze. En als hij dat ook niet kan doen, Magazir Panaf, Wilgeel, moet hij zijn hoofd als het ware afwenden, draaien. Allemaal om niet in de aanwezigheid zichtbaar voor de overledene die dingen te doen die Loek Leros zijn. Als geldt het kleed wat je over een kist doet als een begietse? Nee. Als je... dat is de... misschien wel. Ja, misschien wel. Ik denk van wel. Ik denk, ja. Ja, ik denk dat de hele kist... Oh, de hele kist. Die ook ja, want wij begraven in kisten. Ja, kist vroeger niet in kisten begraven. Nee, als je vaker bent, kreeg je achter het glas en zo, dat je kijkt op die koeling. Ik denk, nee, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat een glas... Te vullen of zo. Hoef je geen te vullen te zeggen? Of? Glas is een moeilijke vraag ten aanzien van een mechietse. Omdat door glas kijk je heen. Ja, het gaat zelfs zo ver... Er is ook de Ronuik, hoe heet dat? En die jaloezieën? Jaloezie, maar daar kan je nu geen iemand aan denken. Maar glas... Dit gaat zo ver, ik zeg niet dat dat halaga is, maar het gaat zo ver dat bijvoorbeeld er zijn dingen geschreven of ik bijvoorbeeld Kiddush Levana mag uitspreken in de kamer, afgezien dat je dat misschien onder de vrije hemel moet doen, door glas heen. Omdat het een megitsa is. En maar daar wordt over gesproken, is het wel een megitsa? Ik denk als je zegt, van je doet het niet, je moet het niet doen, opdat de dode niet kan, ja, niet kan zien. Of dat je het doet, dat je het dan niet moet doen, dan is het lokeras. En dat betekent dus dat met glas ertussen geen goede magiets is. Als je het baken bent, of voor de taar of na de taren, dan maakt niet uit. Vrijgesteld van... Maakt niet uit. De voor de taren is nog niet in de Aaron en nog niet... Nee, de hele Aninut... Vrijgesteld van... Ja, tot de begrafenis ben je onee. Iemand die niet aanwezig is. Ja. Iemand die niet aanwezig is en dat kleeft... Dus waar gaan we naar dit? Nee, gewoon het privé die gaat waken. Je moet daar niet eten. Je moet dus niet daar eten. En je moet daar niet dabbelen. En je moet niet daar gaan dabbelen. Ja, maar omdat dat je dus niet, laten we zeggen, rechtstreeks bij het mes zit. Oké. Het is meer, je zit achter een glazen wandje. Het ook weet, degene die waakt, maar je hebt dan ook wel eens dat je elkaar afwisselt. Ja. Als dat een andere man is, dan ga ik even af, dan kun jij ook. Kijk, ja, zolang je in een ander kamertje zit, het gaat hier voornamelijk om meestje moetallen vanaf. Hij ligt, de overledene ligt voor jou, in jouw aanwezigheid. Jij bent in dezelfde kamer, in dezelfde ding. Daar gaat het voor. Zit je niet in dezelfde kamer. En dan verder zegt die Breiten nog, de Eno, Meesef Rogeel, de Eno Geel Bassar. Dus hij moet niet gaan zitten eten. Hij mag... Wat? De telefoon. Dat ben ik. Oh, oké. Weeno ochel basar. Weeno sote yayin. Hij mag ook niet vlees eten en wijn drinken. Weeno mewareg. En niet, moet ook niet benchen. Ja. Weeno mezameen. Hij kan niet mezoomen benchen ook niet meedoen. Eeno mewar geen alaf. Hij mag niet nederen mezoomen. Met hem. De een mezelf niet meer af en niet. En hij behoort dus helemaal niet met de beter doen met de drie mensen die minstens moeten hebben om mezoomen te wensen. O patour mikriat shema, o minat fila, o minat filin. En hij is vrijgesteld van alle mitzvot shema, tfile, tfilin, om ikol mitzvot ha-morat ba-Torah en alle andere mitzvot die in de Torah staan. Dat spreekt dus allemaal van een oneen. Een oneen is degene die dus wiens familielid overleden is en hij is nog niet begraven. Dus je hoeft later ook geen moutje te maken? Nee. En ook de eerste dag na de lawaai wordt geen tvilling gelegd. Dus als de eerste dag
is een Abinut Midoraita. Ja. Ja. Maar even kijken hier nog. Ubi Shabbat, maar op Shabbat, waarop je dus iemand niet kunt begraven, ja, mee magi, mee seef, gaan zitten, ogeel basar besote yain, vlees eten en wijn drinken, ume wareg, meedansen, ume zamen, meedoen met bezoemen, ume wagin alaf, anderen mogen hem meetellen voor het bezoemen benzen als ze niet zelf benzen, ja, we gaan jav, begola, misota, morapa, Torah, en hij is verplicht alle mitzvahs te doen. En ik, Ramon Shimon Gamliel Omer, die voegt daar nog aan toe, nitoch ze nitchayef elu, nitchayef begulan, omdat hij verplicht is met de mitzvahs te doen die wij net allemaal hebben genoemd, betekent dat eigenlijk dat hij met alle mitzvahs, dat hij verplicht is om die te doen. En ik daar heb ik dat vorige keer gezegd, dat is volgens mij de reden dat in Amsterdam iemand die onein is, van wie de overledene nog niet begraven is, dat hij op Shabbat al Kaddish zegt, terwijl hij eigenlijk nog niet Abelut heeft. Ja, ja, ja. Ik geef het aan mij. Ja. Ja. Nu vallen we over het feit dat de Gemara zegt, Ramushim Gamliel zegt, uit het feit dat hij verplicht is om al die net genoemde mitzvahs te doen, daar zie ik uit, nitchayef begulam, dat hij met alle mitzvahs verplicht is te doen. En dat is een uitdrukking, dan vraagt de Gemara, Amar Rabbi Yochanan, mai benayu, wat is het verschil tussen de laatste opmerking dus van Rabbi Shimon Gamliel en het eerste deel, waarin we ook al gezegd hebben dat iemand verplicht is om tefillin te doen, tefillin te leggen, enzovoort, enzovoort, op Shabbos. Wat is het verschil? Want die woorden, uit het feit dat ze al deze mitzvahs op Shabbos moeten doen, daaruit blijkt dat hij alle anderen ook moet doen. Wat voegt Rabbi Shimon Gamliel met die opmerking toe aan mijn eerdere opmerking, waarin al staat dat ze eigenlijk al die mitzvahs moet doen? Antwoord de Gemara, aan Rabbi Yochanan, mai benayu, wat het verschil tussen Rabbi Shimon Gamliel en de Tanakam, zullen we zeggen, de eerste Tanne. Antwoord de Gemara, het verschil is, tashmi shamita ikabinayu. Dat is de echterlijke samenleving. Dat is een interessante opmerking, want de Tashmi Shamita is in principe een mitzwe. Maar Tashmi Shamita is ook een, ja, de Gemara zal het later noemen, een handeling die, laten we zeggen, leidt de Gemara noemt dat straks Kalut Rosh. Beetje blijheid, vreugde. En als je dus een verschil wilt zoeken tussen de eerste opvatting van de bovenstaande momenten dat iemand dus dit allemaal mag doen, niet mag doen, en de uitspraak van Ramzim Gamliel, en die zegt, daar zie ik dat je alle andere mitzvahs ga je even om te doen, dan moet ik uit concluderen dat de eerste tanden bedoelt, de Tashmish Shamita, dat die daar buiten valt. En daarom zegt Rabbi Shimon Gamliel in verdekte termen, om het niet met zoveel duidelijkheid te zeggen, maar hij bedoelt dat Nitchayaf Begulan, hij is verplicht alle mitzvahs, ook dus Tashmish Shamita te verrichten, ook al is hij in een, laten we zeggen, in een niet erg blije bui. Oké, okay? Ja. Nou, we gaan terug tot de eerste uitspraken. Katani miyat. We hebben gezegd in de Mishne dat mensen zijn dus in principe, in eerste instantie, de familie patur, zijn vrij van kriyat shema, van tfilin, omikom miswata en alle andere miswata Torah, zoals we net gezegd hebben. Ja? Amarav Papa, daarop heeft Rav Papa gezegd, ja, wat we geleerd hebben in de Braise, dat een onein patur is van alle mitzvahs, dat Musav Rak Amachazir Panam Wogeel, dat die hele discussie van wat wat hij wel en niet mag doen, in eerste instantie, dat is eigenlijk alleen maar
heeft te maken aan Magazir Panafo Ogeel, dat hij zijn gezicht af moet keren en dan een eten moet, dus niet in aanwezigheid van de overledene. Gezicht afkeren, dus met de rug er naartoe? Ja. Dus betekent dat de oneen, she'en lo bayit acher, degene die geen ander huis heeft, zoals we dat gezegd hebben, of die en niet bij een vriend niet kan eten en überhaupt nergens aan, dan dat die kan dus alleen dan eten, kan alleen dan eten, want dan kom je in dat lo'ek leraz probleem, kan hij alleen dan eten, wanneer hij dus zijn gezicht afkeert, om in ieder geval op die manier een kunstmatige begietse te maken. Ja? En dat is dus een meningsverschil tussen Rav Papa en Rav Ashi. Rav Papa is daarin dus heel erg beperkend, terwijl Rav Ashi zegt, nee, dat klopt niet. Het is zo dat ze kiven shemutal alam le kovro, omdat hij, wanneer hij de dode in zijn aanwezigheid heeft hij de plicht om hem te begraven. En daarom is het kemutale vanaf dami. Daarom is iedere situatie, zolang hij niet begraven is, zo moet je, iedere situatie is gelijk te stellen aan mutale vanaf. Dus Rav Ashi is eigenlijk een beetje verklarend, in, zoals wij dat zouden doen tegenwoordig. Je moet het niet zo letterlijk nemen. Mutale vanaf betekent gewoon, hij is nog niet begraven. Mutale vanaf, hij staat nog boven de grond. Maar omdat op dat moment, zolang dat zo is, heb je de plicht om te begraven. En mutale vanaf moet je niet, zoals we in het verleden gedaan hebben, net moet je niet verklaren als zijnde, hij moet echt in jou aanwezig zijn. Dan ben je patour van al die dingen. Maar als hij niet in jou aanwezig is, dan moet je het allemaal wel doen, zoals we net gezien hebben. Nee, mutale vanaf betekent in wezen, zolang hij niet begraven is, heb je de plicht om je daarmee bezig te houden en ben je vrij van de mitzvus, ook wanneer jij ergens anders bent en de overledene in een ander huis ligt, maar jij moet in principe, je hebt de plicht om het te doen. Schnee maar, dat zien we uit een pasuk, waar Jacob Abraham meal pneneto Abraham stond op van waar hij was met zijn overleden vrouw, maar nog steeds heeft hij zich als een oneen gedragen. En het feit dat hij niet meer in letterlijke aanwezigheid was van zijn vrouw, dat deed hem niet, maakte niet zijn hoedanigheid van een oneen anders. Want, wat zei hij? Jacob Abraham, maar hij stond op en zei, Ekbera meti milfanai, ik wil begraven mijn dode, lefanai, ja, dat betekent in dit geval, die nog aanwezig is, die nog boven de grond staat. Hij vertaalt ook hier in de vertaling, Sheomer lefanaf alamet shadain lo nikbar, hij is nog niet begraven. Ook al is hij niet in zijn huis, in zijn kamer aanwezig, maar Ekbraam met die Milfanai, ik wil begraven, zegt Abraham, mijn dode echtgenote, Milfanai, dat ze niet meer boven de grond staat. Dan moet je, Shekol ze man, Shemutala lavlekovro, want net de hele tijd dat hij nog de verplichting heeft om haar te begraven, en ze is nog niet begraven, Kemutal lefanaf. Daarmee is het te vergelijken met wat de Mishnah letterlijk noemt, hij is in mijn aanwezigheid. Dus een lang verhaal, kort samengevat, betekent het gewoon dat je kunt best de Mishnah met de woorden Mishnah met de mutale vanaf, kun je best vertalen zoals wij dat ook in Nederland zouden doen, degene wiens overledene nog niet begraven is. Je hoeft dus niet, ondanks onze hele discussie tot nu toe, nu de conclusie is, je hoeft echt niet te zeggen van dat moet je echt
strikt letterlijk nemen. Je moet in aanwezigheid zijn. Daar is wel over gesproken. En er waren meningen die dat wel naar voren dachten te moeten brengen. Maar in wezen, hè, zegt Rav Ashi. En u weet, Rav Ashi was een van de laatste Amoraïm. En heel vaak is de halaga en deze slotconclusie als Rav Ashi. En die zegt dus, je moet gewoon vertalen, hij is niet begraven. Ja. Nou, gaat de Gemara even verder. Meto in. Ja, meto in. Dus betekent in ieder geval dat zolang degene die overleden is er nog is, is het dus zo dat dit allemaal zo geldt. Awal Mishamro. Maar degene die, en nou komen we, degene die in het kamertje zit om te waken, ja, lo, die is niet patoor van de mitzvah. Zo wilde Gemara nu zeggen. Hatanya, maar we hebben toch ergens geleerd van een andere braise, hamshamerat hameet, degene die waakt bij de doden, afapishe eno meto, zelfs al is het niet eens familie van hem, die doden, patoor mikriat shema, is hij toch, omdat hij zich bezighoudt met de mitzvah van een overledene, is hij toch patoer, mikriat shema, minat filo, minat filin, mikomis, van alle mitzvah is hij vrijgesteld, ja? Antwoord de Gemara, ja, je moet inderdaad die laatste braise als de juiste en de volledigste aannemen, en je moet zeggen dat meshamro betekent degene die zich echt bezighoudt met iets wat te maken heeft met die doden. En je moet niet zeggen dat hij daarom niet vrij is, omdat hij misschien niet actief iets doet, of omdat hij niet degene is die familie van hem is. Nee, afapische enometo, of schoon degene die daar ligt niet familielid van hem is, maar hij is bezig om iets te doen voor de COVID van deze overledene, ja. Dan niet. Meto. En wanneer het wel is, degene die familielid is van een jongen is, dan, dan is hij überhaupt vrij van alles te doen. En dat is de reden waarom wij zeggen bijvoorbeeld, dat wanneer iemand hoort dat een familielid die niet in Israël is, of in Amerika is, overleden is, dat toch de aninut geldt voor degene, de zoon of de familie, die er heel erg samen is. Want die kan zich natuurlijk niet letterlijk bezighouden met de begrafenis, maar hij is toch met zijn gedachten daarbij. En je kunt hem niet zeggen dat hij daarom niet erbij hoort. Dus, laat een hele korte zin. Hè? Ik zou zelfs toe willen voegen dat iemand die in het buitenland is, terwijl dus de lawaai, iemand in Nederland de lawaai in Israël plaatsvindt, moet hij in Sibbe gaan zitten op het moment dat de lawaai in Israël plaatsvindt. Ja, daar zijn verschillende meningen over. Of dat hij moet Sibbe gaan zitten op het moment dat de overledene uit de tchum van zijn stad gaat, dus naar op het moment dat hij naar gebracht wordt naar Schiphol. En dat brengt dus soms tot een situatie dat twee zonen, de ene een dag langer dan de andere, zit. En sommigen zeggen, wanneer je weet, tegenwoordig met onze communicatie dingen, ben je zoveel op de hoogte dat je precies weet, wanneer kun je zeggen, wacht tot de lawaai is. Dat wist men vroeger natuurlijk helemaal niet. Dat zijn nieuwe ontwikkelingen. Zegt er een woord verder. Meto umeshamro in. Aval mahalig. Beweert ka woord lo. Wil nog steeds verschil maken tussen bepaalde situaties. Ook in die tijd. De tijd waarin er nog niet begraven is. Wel begraven is. Hoe zit dat nou precies? Zegt de Gemara, van de Mishnah de Braita, die we tot nu toe geleerd hebben, hebben we dus geleerd dat Meto, degene die familie is van degene die nu overleden is, ja, Umeshamro, zelfs ook, ook zelfs wanneer hij hem
bewaakt, wanneer hij dus waakt bij hem, in, dan is hij potor van de mitwis, awol mahalig bewedag warot, maar wanneer iemand, en nu gaan we een stapje verder, iemand gaat gewoon op, hoe moet je dat zeggen, op bezoek, iemand gaat een graf bezoeken van een overledene die hij kent, of familie is, dan is hij dus niet vrij. Maar Tanja, maar we hebben nog een andere bereik, we gaan steeds een stapje verder. We hebben geen andere bereizen. Loja lega dan bewedag warot. Iemand moet niet gaan lopen op een begraafplaats. Ut filin beroso, met filin op zijn hoofd. Zet de Torah in zijn bizro, in zijn arm. We koreen, en hij leest daarin. En Osekeen, alweer als hij dat doet, is hij toch over op de loek leras geref oseo. Dat is de pasuk waar het vandaan komt in Misle. Hij spot met degene. Dus met andere woorden, ga ik nog een stapje verder en zeg ik zelfs dat degene die dus voor een grafbezoek vrij is, portrets van de mitzvahs te doen. Ja? Ja, we leren er ook van dat iemand die de begraafplaats bezoekt, niet met zijn tzitzis uit zijn broek loopt. Ja, dat zei ik er straks. Ja, dat zei ja. Maar dat gaat de Gemara komt in deze toch erop terug en zegt nee, dan je kunt niet zeggen dat zo iemand vrij is van alle mitzvahs stam te doen. Hij moet dus geen dingen doen die loek leras zijn, maar niks doen. Dat niet. Waarom niet? Want, ik zeg, de aanwezigheid van een persoon bij een overledene die hem maakt tot een loek leras is toch arba amot, wanneer hij is binnen 4 ellen. We vinden dat verder ook een heel andere situatie. Hè? Bij tefillen, dan iemand die tefillen doet, dan zijn de 4 ellen om hem heen, dat zijn een beetje zijn gebied. Hè? Dus de reden onder andere waarom je niet achteruit gaat, althans sommigen, wanneer die voor hem staat te davenen, en dan zou hij in zijn gebied komen en dat stoort de anderen. Hè? Maar toch, arba amot, huda soer, in die 4 ellen, dan, daar is het verboden. Maar goed, larba amot, maar buiten die 4 ellen is het zo, dan is het niet meer van belang. Dama mar, want zo hebben we elders geleerd, meet tofes arba amot, de overledene heeft als het ware als zijn gebied om zich heen alleen maar een gebied van 4 L en niet meer. 4 L afstand van een overleden vrouw is, dan mag je niet zien. Pardon? Zij heeft hem iets wat het ziet is niet gehad. Het vrouw heeft het ziet is nee. Dus dat je wel een ziet is uit je broek ook. De vrouw, ja, de broek, ja. Maar de vrouw, maar de vrouw moet misschien wel Shema zeggen. Zijn er vrouwen geweest die het filin hebben gelegd? Gewoon is met het ziets uit. Ja. Je ziet hoe de Gemara eigenlijk een hele daf, wanneer de Amoed nodig heeft om te komen tot. Maar goed, wij leren natuurlijk altijd de slot van de Gemara. Eigenlijk direct tot zoals wij het eigenlijk doen. Van meto mutale vanaf betekent niet, je moet in de lichamelijke nabijheid zijn. Dat betekent gewoon, je staat nog boven de grond. Dan moet je al die dingen niet doen. Dan ben je vrij van de mitzvahs. Maar het verschil tussen de aanwezigheid van de dode in je kamer of daarbuiten, die is minimaal. Dat is hooguit de dingen die loek leras zijn. Die moet je niet doen wanneer je in aanwezigheid bent van de overledene, maar alle andere dingen die gelden net zo goed als je in een andere kamer bent en elders bent en zelfs tegenwoordig in een andere stad bent. Maar die dingen zijn natuurlijk makkelijker geworden door de Amerikaanse media. Ja. Hoe laat is het eigenlijk? 5:12. Nee, die is 49. Je hebt werkgevers. Nu komt een nieuw stukje. Nu komt een nieuw stukje. Nu komt een nieuw stukje, dus dan wil ik daar even de volgende keer beginnen. En dan komt ook meer de kabbalistische en mystieke.